Terwijl Gordon de afgelopen weken overspoeld werd met kritiek na de release van zijn nieuwe album, voegt zijn Australische ex-partner, Gavin Rosario, zich nu opvallend in de media-hype. Op Instagram deelt Gavin een eigenaardige selfie met een pakje appelsap, waarbij hij schrijft, Ik zit hier gewoon te genieten van de juice. De subtiele verwijzing naar Gordon's negatieve ontvangst in de media lijkt duidelijk. Na een afwezigheid van acht jaar bracht Gordon onlangs zijn nieuwe album uit, gevolgd door een geplande theatertour. Echter, vanwege de overweldigende negatieve publiciteit besloot de zanger onlangs om de tour te annuleren. Met album van mijn leven heb ik een mooi laatste album achtergelaten waar ik ontzettend trots op ben, verklaarde Gordon in een officiële mededeling over zijn besluit. Voor degenen die al een kaartje hebben gekocht voor de theatershows, wil ik jullie ontzettend bedanken voor het vertrouwen en de support. Vanuit de theaters zal er contact met jullie worden opgenomen. De controverse rondom Borders terugkeer lijkt zo niet alleen het publiek te verdelen, maar ook zijn persoonlijke kringen.